Dirk Boerichter, fantastisch nieuws vandaag. Geselecteerd voor het Nederlands elftal. Ja, dat hoor je altijd te vragen. Wanneer hoor je het? Op de massagetafel. Ja, moest uitfietsen, maar ik had even een mobieltje meegenomen. En op een gegeven moment kreeg ik een smsje van iemand en toen werd ik gefeliciteerd. Dus op die manier kwam ik erachter. Ik kan me voorstellen dat je dan opstaat op zo'n dag, als die selectie bekend wordt. En dan ben je ermee bezig. Dan stap je die auto in naar de toekomst. En dan? Maar ik moet wel zeggen, veel meer eigenlijk. Ik was meer bezig met de training dan met de uitslag van de selectie dan. Maar als je dan uiteindelijk hoort dat je erbij zit, ben je toch wel heel blij, moet ik zeggen. Ja, echt waar? Dan ben je dan gewoon even, denk je niet aan? Nou ja, natuurlijk in je achterhoofd weet je het wel. En af en toe komt een momentje dat je denk je er wel even aan. Maar het is niet zo dat ik de hele dag mee bezig ben of zo. Frank de Boer zei zojuist in de persconferentie dat hij het eigenlijk wel verwacht had gezien jouw ontwikkeling. Nou ja, goed. Verwacht ik. Ik weet het niet. Ik doe elke wedstrijd gewoon mijn best. En probeer belangrijk te zijn voor het team en goed te voetballen. En als dat niet ondergemerkt blijft door de bondscoach, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. Heb je dan ook met de bondscoach gesproken? Belde hij zelf? Nee, ik heb nog geen contact met hem gehad. Nee. Nee, want ik kan me zo voorstellen dat je dat tegen Zwitserland speelt. Dan hier in Amsterdam en in Duitsland tegen Hamburg. Zijn ook prachtige wedstrijden. Als hij je selecteert, wil je ook even zien. Ja, ik wil zelf ook heel graag spelen inderdaad. Ik moet mijn debuut maken, absoluut. Ja, want als jij jezelf wat in de bondscoach verplaatst, waarom zou hij Dirk Boerichter hebben geselecteerd? Geen idee. Omdat hij een linksbuiten nodig heeft, denk ik. En ik ben een linksbuiten. Van de lange leegte naar een interland tegen Duitsland in Hamburg. En dat in een paar maanden tijd? Ja, had ik vorig jaar niet durven denken en niet durven dromen. Nee. Nee, heel vreemd allemaal. Ja, vreemd? Ja, ja goed. Kijk, als je vorig jaar dan in stadion speelt waar een paar honderd man aanwezig is, dan staat dat me niet bij stil van laat ik volgend jaar eens in Duitsland uit gaan spelen tegen het nationale team. Nee, dat gaat er niet in je hoofd rond in ieder geval. Dan knijp je ook wel eens zo even zo in je arm van, wat gebeurt er allemaal met die jongeren in de zaal? Ja, het is nog steeds moeilijk te geloven allemaal, maar ik geniet er echt heel erg van, moet ik zeggen. Even terug naar seizoen 2006-2007. Toen speelde jij nog bij een club die niet eens meer bestond. Bestaat. Ja, dat was Haarlem inderdaad. Klopt. Jammer voor die club. Ik heb toch wel leuke tijd daar gehad en was ook wel leerzaam op dat moment voor me, dus jammer. Eén keer gescoord. Weet je nog, dat was je eerste doelpunt in betaalde voetbal, denk ik, hè? Ja, was tegen Goat Eagles uit. Ja, ik weet het nog. Het was een volley kort toe kruising. Ik weet het nog. Van de HC Haarlem naar Oranje in een paar jaar tijd. Naar wat? Naar Oranje in een paar jaar tijd. Ja, ik kan aanlopen in de voetbalrij, hè. Zo zie je me weer. Dankjewel. Heel leuk. Alsjeblieft.